Hé, hey, mam. Mam. Kijk erop. Ik heb een vraag, hè. Yo mensen, Jaraski hier. Welkom bij natuurlijk weer een nieuwe video hier op mijn kanaal Jaraski Gaming. Vandaag dit keer samen met Vincent of de Sturms. En we hadden op Instagram en op Twitter geplaatst of jullie vragen voor ons wilden achterlaten. Dus die gaan we vandaag eens even beantwoorden. Allemaal, stuk voor stuk. Allemaal? Nou, wel veel. Veel. Ja, we hebben denk ik hoeveel vragen binnengekregen? 10 minuten of zo? 10 minuten. In 10 minuten vragen. Tijd hebben we... 10 minuten vragen. Nou, we hebben te veel vragen binnengekregen. Dus we gaan niet allemaal beantwoorden, maar we beginnen wel met de vraag van Daantje Kuster. En die vraagt, hoe heb je Vincent ontmoet? Ja, hoe heb je mij ontmoet? Ja, dat weet ik niet meer. Weet je hoe dat ging? Zo, hoi! Hoi, ik ben Jan. Ik vind Vincent. Oh, cool man. Hey, kom, laat video's maken. Ja. Cool. Nee, maar hoe ging het echt? Ik weet het niet meer. Ik wel. We hadden echt allebei fucking weinig subs. Ja, maar dat is echt het allereerste begin. Dat is het allereerste begin. En dat, hoe ging dat? Dat ging van, hey, ik maak een parody. Laten we video's samen doen en wil je mijn parody pushen? Dat vroeg jij. Ja, ik vroeg of Vincent een stukje van mijn parody wilde uploaden. Ja. Dat was het. Dat ging heel lang, hebben we geen contact meer gehad. Nee. Want dat is heel verhaal weer. En tot ongeveer 8-9 maanden geleden zei ik van, hey man, we moeten echt een keer samen weer wat gaan doen. En sindsdien... Sindsdien zitten we hier weer, jong. Boom. De volgende vraag is van Jasper Moret. Hij vraagt, hoe lang wonen jullie al samen? 2 weken. Nee. Oh. Hoe laat was ik hier gisteren? Oh, 3 uur of zo. Ja, ik was in slaap gevallen. Ik had met Vincent afgesproken. Ah, rond 12 uur ben ik wel bij jou. Dus ik zit op de bank nog even chill te eten. En één keer. Bla bla bla. En ik werd wakker, hè. Ik dacht, het is 11:30. En het eerste wat hij naar mij stuurt, en zegt hij, teringman. Dus ik zo, what the fuck? Dus ik zo stuur een vraagteken, zo, wat is er? Ja, kutzooi. Dus ik nog een vraagteken. Ja, ik heb hem verslaafd. Ik zei, oké. Ik dacht van, wat fuck heb ik nou even gedaan? Het was toch kut ook, want ik werd wakker. En ik keek op de klok. En ik dacht, het is 11:30. Ja. En toen keek ik nog een keer en dacht ik, fuck, het is 12:30. Ja, toen was het. En toen had je ook nog pech onderweg. Ja, er was ook nog pech onderweg. Ja. Ja. Nu nog steeds, als ik zo meteen terug ga. Nee, meen je niet. Is er, jawel, het is allemaal storingen shit. Ik zag het net. NS, rijdt alleen maar goed met half mooi weer. Maar we wonen dus al ongeveer... half uurtje van elkaar vandaag. 27 uur bij elkaar. Ja. Ja. Ja, geen ruzie. Een mooi aantal. De volgende vraag, die komt van Yassine Taijiao. Taijiao. Hij zegt, welke auto rij of heb je? Allebei. Ik rij in mijn moeder een autootje met een kapotte koppeling, waar ik niet chill in kan rijden. Als ik hem weer achteruit zet, hoor je, en ik laat mijn koppeling opkomen, en ik geef gas, hoor je, en dan godverdomme, dan moet je weer het hele ding gaan draaien en rammen. En, Ik wil ooit wel eens een eigen auto, maar nu is het nog niet nodig. Ja, en ik rijd een Audi A3. Ja, je reed gisteren ook lekker, ja. Gisteren reed ik in een andere auto. Ja. Gisteren crosste je lekker door met die wind. Volgende vraag, die komt van Dario Decupere. Ik ben goed uitgesproken. Decupere. Hij vraagt, is het veel werk om iedere dag te uploaden? Ja. Ja, dat klopt. Ja, dat is echt... Mensen denken altijd van, YouTubers nemen op, klaar, video online, huppatee. Maar er komt veel meer bij kijken. Afspraken maken, dingen plannen, races pikken voor opnames. Ja, wat ik altijd zeg is, als jij een normale baan hebt, weet je wel, je werkt in de supermarkt of weet ik van wat, dan werk je gewoon, dan word je wakker. Van 8 tot 5 meestal dan, werk je. Dan ga je naar huis. Even, als je thuis bent, dan ben je klaar met werken en dan gaat het niet meer door. Maar YouTube is, je wordt wakker. Ik ben met YouTube bezig. Je gaat slapen, je bent nog steeds met YouTube bezig. Ja. En midden in de nacht ben je soms ook met YouTube bezig, want dan word je wakker. Omdat je meldingen krijgt. Of een idee hebt. Ja, precies. Of een idee hebt, moet je hem snel opschrijven, anders vergeet je hem weer. Dus YouTube gaat eigenlijk gewoon 24/7 door. Ja, precies. De volgende vraag die komt van Thomas26 2000. Hij vraagt, ben je mens? Nee. Ik ben een robot. Ik ook. Echt? Ja, want daarom liggen daar al die verlengsnoeren en... Ja. En dat eet ik s'avonds. Als jij straks weg bent, dan eet ik dat even. Ik eet alleen maar metaal de hele tijd, man. Oh, ja. En dan laat ik mezelf op. En soms als ik echt moe ben, als mijn batterij bijna op is, dan stop ik me even in het stopcontact. En dan. Ik ben hierheen gestuurd met een missie. Oh. Ja. Mogen we die missie weten, of niet? Nee. Nee? Ja, bij genoeg likes. 15.000. Ja, maar dan komen we er nooit achter, lul. Ja. Nou, oké, je hoort het, jongens. 15.000. Ga je gang.
De volgende vraag die komt van Gamer met Gamers. En hij vraagt, hoe hadden jullie geheten als jullie meisje waren? Ja, ik weet dat. Nee, ik weet het echt niet. Ik wil eigenlijk mijn moeder bellen daarvoor. Nou, bel dan. Maar ik... Bel gewoon. Ik weet hoe ik had gegeten. Zal ik het bellen? En hoe heet jij dan? Ik zou Jennifer hebben gegeten. Jennifer. Gegeten. Gegeten, ja. Echt Jennifer? Ja, Jennifer. Oké, wacht, ik ga mijn moeder bellen. Nou, eigenlijk mijn vader, want mijn moeder heeft geen mobiel, maar... Ik hoop zo dat ze opnemen. Ik wil namelijk ook best wel weten. Ik heet Jan, hoe anders? Jannelientje. Jannelientje. Janneke. Lieselotje. Ja. Yo, pap. Hey, klein vraagje, hè? Hoe had ik geheten als ik een meisje zou zijn? Hoe had je geheten als ik een meisje zou zijn? Ja. Goed, weet niet. Echt niet? Nee. Of, is mama in de buurt of niet? Nee. Oh, dus dit... Dus we gaan hier nooit achterkomen? Jawel, dan zou ik zo meteen vragen aan je moeder. Oh, dus dan moet ik... Hoe lang ongeveer? Weet ik niet, ze is even uit de hond aan het laten plassen. Oké, wacht. Dan bel ik over 10 minuten terug, ja? Ja. Oké, okay, tot zo. Doei. Yo. Wat een lul, zegt hij. Dat weet ik niet meer. Weet ik niet meer. Nou jongens, daar komen we zo meteen wel op terug. Aan het einde, aan het einde. Volgende vraag komt van Sander. Hij vraagt... Wat zou je doen, moest je plots wakker worden zonder je geslachtsdeel? Ik zou serieus opstaan. En dan meteen proberen te achterhalen wat er is gebeurd. Ja? Ja. Nee, ik zou echt gewoon de hele dag gaan teruglopen. Hoe kan het fout zijn? Nee, maar wat zou je doen, moest je plots wakker worden zonder je geslachtsdeel? Ja, dan zou ik proberen te achterhalen hoe dat kan. Ik zou gewoon naakt over straat rennen. Je hebt je toch niks voor te schamen. Ik zie jou. Dan begin je het op straat. Dat is eigenlijk ook wel mooi. Dan kan je ook niet opgepakt worden. Nee, want je loopt eigenlijk niet naakt. Nee, daarom. Want je kan niet naakt lopen. Ja, dat vind ik een goeie. Kleren over straat en dan gillen, keihard gillen. Ja, dat vind ik een goeie. De volgende vraag die komt van James. Hij vraagt: wordt dit beantwoord? De volgende vraag die komt van Menno. Hij vraagt: frikandel of kroket? Ik ga dan voor de kroket. Een frikandel speciaal. Ja, dat is ook wel lekker. Maar kroket op een kadeetje van bam. Nee, frikandel speciaal. Ja, of het moet een saté kroket zijn. Bam. Ja, maar er staat niet bij welke kroket het is. Dus je mag zelf bepalen welke kroket. Oké, saté kroket. Maar gewoon een lekkere vleeskroket. Tussen een kadeetje, bam. 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 Maar niet echt bam, want dan knet het alle kanten op en dan werkt het echt niet. Echt zo'n potje. Ja. Ik had dat één keer, wat was dat ook weer mee? Kut. Kaasvlees. Nee, met een tomaatje, zo'n klein tomaatje, weet je wel? Ja. Dus ik bijt er zo op, ja, en ik kwam door de midden bijten en ik... zo alle kanten op dat ding, jongen. Moet je in één keer in je waffel doen, anders werkt het niet. De volgende vraag, die komt van Erwin HB. Hij vraagt, welk dier zou je willen hebben als je geen hond mocht en waarom? Nou, als ik zoiets niet mocht kopen, dan zou ik zo'n... Ik weet niet hoe zo'n beest heet, maar een oh fuck, ik weet niet hoe die heet. Zeg maar zo'n soort van draakje, zo'n klein soort draakje-achtig. Een draakje? Ja, een salamander-achtig geval. Oké. Okay. Die je springkanen shit moet voeren en weet ik veel wat. Een reptiel dus? Dat lijkt me vet. Ja. Oké, okay. Ik zou voor een... nee, ik zou niet weten. Nee, echt niet? Als je gewoon elk dier, mag zelfs een olifant, mag zelfs een dinosaurus. Ik zou denk ik een luipaard nemen of een tijger. Ik neem een tijger. Een tijger, oh dat is wel echt gaaf hoor. Dan zit je hier gewoon op te nemen en de tijger staat gewoon voor de deur. Ja, voor de deur. Komt de postbode aan, komt je aan zo, met zo helemaal vrolijk zo gesprongen. En heeft zo je post in zijn mond, dat is toch geweldig. Ja, een tijger, als je nooit vlees geeft ofzo, dan kan je hem goed opvoeden ook hoor. Ja. Ik ga voor maar tijgen. Ja, je moet wel oppassen met die fucking klauwen en shit. Ja. Gewoon nagelsvijzen. Maar wat voor tijger dan? Een witte tijger of een... Sabeltandtijger. Oh my god, gek. Zo. Nou, we weten al wat binnenkort hier in Vincent's huis loopt. Volgende vraag die komt van Vincent Schets. Hij vraagt, wat doen jullie het liefst in de vakantie? Eigenlijk chillen. Ja, ik wou precies hetzelfde zeggen. Als je een beetje wilt chillen. Is het geen probleem, dan ga ik heen. Kom alleen. Want ik heb Jan.
Nee, we hebben Q. N-A. We hebben Q. N-A. Jullie stellen allemaal vragen aan ons. Nee, chillen. Maar alleen het nadeel is, je kan af en toe chillen. Het is voor ons super lastig om echt ver vooruit te werken en dan met de juiste content te komen. Dus, ach ja. Ja, maar als ik op vakantie ga, dan... Nee, ik ben zeg maar een weekendje weg of zo, dan ben ik ook gewoon een weekendje weg, weet je wel. Ja, geen YouTube, weg. Niks. Nee. Maar er zijn wel alle video's natuurlijk gepland. Ja. Dus ook al zijn wij weg, misschien zijn we nu deze video online of wel weg, weet je. Alleen alsnog komen de video's online, dus ja, we chillen wel eens. Eén keer in de zoveel tijd. Ja, twee soms. Keer per jaar. Ooit, als we zin hebben. Als we tijd hebben. De volgende vraag komt van Sammy Sound Mountain. Hij zegt, wat was je eerste video en wat uploadde je? Ik weet het al. Mijn eerste video was... Hallo mensen, mijn naam is Jan, ook wel Jaraski genoemd. Dat was mijn eerste intro. Echt? Ja. Ik had helemaal geen intro, ik had echt gewoon niet? Een FIFA geëdite compilatie. Hey. Zo? Ja. Ik had al Call of Duty MW3, Moabje, nee, volgens mij. Ik niet. Mijn eerste video waar ik sprak was ook een Call of Duty. Ja, jij bent begonnen met Call of Duty. Ja, ja. En toen Call of Duty FIFA en toen Minecraft. Oh ja. En, ja, ik ben begonnen met alles. Call of Duty en nu nog steeds. GTA is ook nog wel de shit hoor. Nu. Ja, GTA vind ik zo vet om gewoon te spelen. Dat is echt de shit. Maar dat blijven we ook nog wel even spelen, want voordat de nieuwe GTA komt ben je... Oh my god, vijf jaar verder. Wat ik altijd zeg, hè, dat zeg ik, heb ik ook heel vaak al in streams gezet. Wat ze moeten doen, Rockstar, is je hebt nu een map. Die moeten ze updaten. En ze moeten gewoon, ja, maar als ze gewoon om het jaar, om de twee jaar gewoon een nieuw eiland maken waar je heen kan vliegen. En zelfs mag kopen of kan kopen. Want nu elke DLC, elke auto zijn gratis. Maar als ze het gewoon doen dat ze het moet kopen, een heel nieuw eiland. Maakt ze geld. Hebben ze niet nodig, maar dat maakt niet uit. en dan hebben wij... Echt, ja, ze verdienen fucking veel, Rox. En dan hebben wij echt gewoon weer een jaar lang plezier in een heel dat nieuw gedeelte, weet je. Iedereen is van, ik ga echt geen GTA meer kopen voor de PlayStation 4. PlayStation 4 is uitgekomen, ik ga echt niet voor de PC kopen hoor. Iedereen ik heb die game drie keer gekocht, ja, ik man. Ook. Maar ze hadden gewoon in de eerste 24 uur dat GTA uitkwam 500 miljoen in sales. En de game heeft 250 miljoen gekost om te maken. Dus in 24 uur hebben ze al 250 miljoen winst gemaakt. Verdiend. Dus ja, daarom zijn de DLC's waarschijnlijk ook gratis. De volgende vraag, die komt van Mitchell. Hij zegt... Gaan jullie vaker een stream doen dat iedereen bij elkaar is? Dus jullie zijn echt beast. Of baas staat er. Oeps. Baas. Baas. Voor de mensen die het niet weten, we hebben gisteren... We nemen dit namelijk zondag op. Het komt waarschijnlijk later online. Een stream gedaan met z'n allen. Chromo was hier, Wander was hier. Vincent was hier, want die woont hier. en ik was hier. En ik vond het echt gewoon een superleuke stream. Dus als we weer een keer bij elkaar zijn of zo, dan kunnen we vast en zeker nog wel een keer... met z'n allen gaan streamen. Jij gaat sowieso binnenkort een hele lange stream doen. Dus hou alles in de gaten. En dan ben ik er waarschijnlijk ook, dus het komt goed. Nee, je bent er. Dat zei ik ben er. Nu moet ik wel komen, lul. Ja, dat had je al. Wat nou als ik niet kan? Wat nou als ik in het ziekenhuis lig? Dan kom ik met een ziekenhuisbed aanrollen. Halen we je op. Brengen we je persoon naar binnen. Met al die slangetjes. Ja. Oké. Okay. Nou, hou ik je aan dan, hè? Ja, is goed. Oké, deal. De volgende vraag, die komt van... Wie Gerp? Hij vraagt, op welke leeftijd ga je stoppen met YouTube? Geen idee. Nee. Dat kan ik niet zeggen. We gaan zo lang door als we het... Kunnen. Kunnen. En zo lang door totdat we het echt fucking saai vinden. Maar dat, dat duurt heel jullie, lang. Dat is allemaal mogelijk door jullie, ja. Precies. Allemaal mogelijk door jullie. Zonder jullie kunnen wij hier nu ook niet zo chill zitten. Nee. Dus dankjewel, jongens. De volgende vraag die komt van Isha. Hij vraagt, wat zijn je Black Ops 3 verwachtingen? Ja, zombies. Voor mij is het echt... Ja, voor jou is het alleen maar zombies. Maar voor jou is multiplayer natuurlijk heel erg belangrijk, maar ik vind... Zombies van Black Ops 2 en Black Ops vond ik echt fucking vet. Ja, dat klopt. Dus ik ga Black Ops 3 checken. Heb je de trailer al gezien? Ja. Ja, old school zombies. Yep. Dus daar heb ik echt fucking veel zin in. Ja, ik ook. Ik hoop echt weer dat die raygun en dat soort shit allemaal is. Ja, sowieso. Als je aan die trailer... Als je aan die trailer zat... Ja, als je die trailer goed keek, dan zag je wel dat het echt old school zombies waren. Ja, ik hoop het wel. Met die AK's en die shit, weet je wel. Dat je met, gewoon de pack met dat beertje, de... weet je wel. Ja, dat die beertje zo... Ja. Maar ik ben echt ook hyped voor die multiplayer, jongen. Oh. Ja, ik ben echt hyped. Het loopt zo fucking snel, jongen. Dat is niet normaal. Zombies. Nog, wat is het? Nog 4 maanden, toch? Nee, eerder. Ja, ongeveer. Drie, vier maanden. 3,5, zoiets. 3. Oeh. Bijna, jongens. Bijna. De laatste vraag, want anders zijn we over 3 jaar nog aan het lullen. En ik moet ook nog mijn vader bellen. Uh-oh. Die is van niet Ruben. Dus het is Ruben, maar het is niet, niet Ruben. Hij vraagt, wat zouden jullie doen met 100.000 euro?
Ja, 100.000 is niet heel veel als je erover nadenkt, wat je ermee kan. Als je echt kijk, grote dingen gaat iedereen kopen. Iedereen in zijn leven verdient een miljoen, als je Nick nooit iets uit zou geven. Ja. Dus ja, wat is 100.000 euro? Nou, als ik gewoon nu een handje contantje 100.000 zou krijgen... Wat zou jij doen dan? En ik krijg de vraag, van hier heb je 100.000, je hebt 1 minuut om te zeggen wat je ervan gaat halen. Een auto. Een auto, ja. Ja, ik zou een auto halen, echt een mooie auto. Maar dan moet je het opmaken, hè. Als ze zeggen, je hebt 1 minuut om het op te maken. Ja, een auto. En wat je... Ja, maar niet een auto van 100.000, man. Ik zou een Ford Mustang halen, dat is 50.000. Ik weet al wat ik ga doen. En dan hou ik 50.000 over, dan zou ik er nog een halen. Nee, ik ga een auto halen en ik ga cadeaubonnen kopen bij de McDonald's en uitdelen. Nou, dat kan gewoon ook. In de stad, ja, gewoon. Hey, ja, gewoon. Hey, money. Alle McDonald's cadeaubonnen zo. Ja. Zie je iedereen er naartoe springen, weet je wel. Ja, dat is awesome. Hoppa. Oké, jongens. Ik ga nog 1 keer mijn vader bellen. En dan hoop je dat mijn moeder er is, want mijn moeder weet het hopelijk wel. Oké. Okay. Oh, als mijn moeder er niet is, dan kan ik fucking hard lachen. Dan blijft het een geheim voor altijd gewoon. Hallo? Ja? Yo, is mama er? Yo. Hey, mam. Mam, zeg eens keukenrol. Hé, hey, mam. Ik heb een vraag, hè. Wat zegt hij nou? Mag ik een vraag stellen? Ja. Hoe had ik geheten als ik een meisje zou zijn? Ja, daar zitten we over. Dat vroeg papa net 2 seconden geleden, maar dat we wisten dat je een jongen was. Oh, meteen aan het begin. Huh? Meteen aan het begin. Oh, dus ik ben Marieke. Marieke? Nou, dat vind ik een hele mooie naam. Maar dit ben jij niet. Wat? Ben jij nou Jan? Ja. Je hebt een andere stem. Ik ben mijn Vincent. Oh. Maar oké, dat was alles. Dat wilde ik even vragen. Marieke, ja. Dankjewel. Doei, keukenrol! Keukenrol! Oh, kut, ik hang hem op! Ze was toch bezig? Halverwege de set, dude! Kut! Oh, nou mensen, dat was mijn moeder. Nou, Marieke en hoe heet die jou ook alweer? Jennifer. Marieke en Jennifer, sluiten de video af. 15.000 likes. En dan gaan we het onderhalen, maar dat maakt niet uit. Geheime missie, dan krijgen we het eindelijk en dan, te weten. Ja, dan krijgen jullie de Vincent's geheime missie te horen. Dus bedankt allemaal voor het kijken. Vergeet niet Vincent uit te checken in de beschrijving. En Marieke zegt... Doei!